Een grijze wolkenlucht, een stevige wind, af en toe wat lichte regen of motregen. En ook nog die vallende blaadjes erbij die dat herfstachtige plaatje helemaal compleet maakten. Tijdens het weekend blijft het nog wel licht wisselvallig, maar komt er ook steeds meer ruimte voor de zon. En zullen we vaker meemaken hoe er gaten in het wolkendek vallen en hoe het weerbeeld dan gelijk ook al een stuk vriendelijker is. Zaterdagochtend is er eerst nog wel vrij veel bewolking aanwezig boven ons land. Daar valt ook af en toe nog wel wat lichte regen of motregen uit. En in de loop van zaterdag breekt vanuit het westen de zon steeds meer door. En zondag hebben we met deze uitloper van een hoge drukgebied te maken. Zorgt voor een stabieler weertype. En in de loop van de dag krijgen we dan geleidelijk met wat meer hoge bewolking te maken. Maar vooral die zondag ziet er dus vrij rustig, droog en ook overwegend zonnig uit. Zaterdag hebben we in de ochtend dus nog vrij veel wolkenvelden, dan af en toe nog wat lichte regen of motregen. Dat trekt geleidelijk weg naar het noordoosten en vanuit het westen breekt dan op steeds meer plaatsen de zon door. Maar helemaal droog wordt het niet, want vanaf de Noordzee trekken af en toe nog wel enkele buien over het land. Dus een regenjas of paraplu heb je zaterdag misschien nog wel nodig. Ook een stevige wind daarbij, een matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richting. En dat zorgt ook voor vrij hoge temperaturen, zo'n 16 tot 18 graden. Op zondag profiteren we dan van de uitloper van dat hoge drukgebied, een rug van hoge druk. Dat drukt het neerslagsignaal. De zondag belooft overwegend droog te worden. In de loop van de dag wel wat sluierbewolking. Opnieuw wel een stevige wind uit zuidelijke richting. Wederom matig tot vrij krachtig. En de temperatuur is dan heel vergelijkbaar. Zo'n 16 graden in de kustgebieden, op de Waddeneilanden en wat dieper landinwaarts in het oosten en zuiden wordt het zo'n 18 graden. Die zuidenwind voert milde lucht met zich mee en dat betekent dat na het weekend de temperatuur nog iets verder kan oplopen. Maandag in het midden van het land zo'n 19 graden. Wisselvalligheid neemt wel wat toe en de dagen daarna stabiliseert het weer iets en gaat de temperatuur geleidelijk een beetje omlaag. Maar het blijft wel vrij zacht voor de tijd van het jaar.